Maar niet alle klanten zijn tevreden. Want terwijl Eikie en Cookie genieten van een gekocht taartje, komt Vos de winkel binnen. Hoeveel taartjes geef je voor deze regenjas? Vraag bij elkaar. Ik denk nog gauw al een stuk of 10. Kraai kijkt naar de regenjas en zegt: ja, ik zie allemaal slijtplekken aan je mouw. Tof. Geef er hooguit 5. Ze mochten jullie even een meneer Steven bedanken. Ze zullen even naar het lanceren van een mooie voorlezing. Nou, wel, kijk, ik ben heel benieuwd wat jullie mij te vertellen hebben. Weet je wat de aanleiding is? Want deze week is de week van het geld. En er wordt van alles naar aandacht gevraagd voor: oh, wat betekent geld eigenlijk? En jullie hebben een fantastisch project op school. En toen dacht ik van, nou, je moet eventjes meer van dat project weten. Want ja, daarin leren jullie omgaan met geld, maar ook wel een hele bijzondere. Ja, vertel eens. Wat is het voor het project? Het is dat je zelf kunt. Ja, je eigen baan, wat je later wat je zelf leuk vindt. En dan kun je dat vaker doen en zo. Dan kun je ook zelf meer weten. Yeah. Ja. En hoe is het begonnen? Nou, we hebben eerst een sollicitatiebrief geschreven. Nou, we wisten nog iemand. We hebben een paar gekozen. En we moesten toen ook nog op sollicitatiegesprek komen. Oké, okay, spannend. Ja. En er zijn een paar uitgekozen. Oké, okay, jullie zijn de beste. Jij had een goede sollicitatie. Nou, jij hebt een beetje. Jij hebt ook een boek. Ja, ik heb een boek. Ik heb een boek. Zo. Oh, we hebben daar geslaagd. Het is een beetje zuur. Het is toch. Mag ik eentje hebben? Ja, dat was van het Rucola. Dat is van het Rucola. Zij is toch dat het Rucola was? Ja. Ja, zei je toch? Het is best lekker hoor. Ja, ja, dat is kijkkrachtig. En ook heel gezond. Ja, lekker. Ja. Ook een beetje. Dankjewel. Ja. Dus het gaan jullie wel verkopen hoor. Dat gaat goed. Ja.